Ze zegt nee, ze doet gewoon wat? Voordat ik het wist, dan had ik een lul in mijn mond en ook diep. En daar was ik niet van gediend. Dus toen heb ik hem keihard in zijn lul gebeten. Seks. We lijken er geen genoeg van te krijgen. In Sexperts delen verschillende soorten sekswerkers daarom hun verfrissende blik op seks. Ze geven tips en tricks en delen hun eigen hete ervaringen. En vandaag hebben ze het over consent. Ik heb wel grenzen natuurlijk. Ik zou het niet fijn vinden als iemand zomaar wat in mijn aars steekt of zo. Daar zou ik wel zeer ongelukkig van worden, zeg maar. Ja, ik heb grenzen, maar ze worden wel wat minder. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ik heb inderdaad grenzen als het aankomt op seks. Het hangt vanaf, is het voor het geven of nemen? Als het nemen is, ja, ik heb grenzen. Als we geven, nee. Ondanks dat ik veel meer heb meegemaakt en door de porno zie je dingen die je normaal niet zo sneller ziet. Dus je gaat dingen ook sneller dan normaal vinden, denk ik. Als ik je kont moet likken zodat je klaarkomt, ik zou het doen. Als ik tussen je tenen moet liggen, ik zou het doen. Als ik je haar moet trekken of in mijn mond zetten, ik zou het doen. Ik denk niet dat ik grenzen heb. Maar ik heb wel grenzen, er zijn zeker dingen die ik niet doe. Ja, mijn grenzen gaan wel echt heel ver. Met heel weinig dingen voel ik me niet comfortabel. Plasseks, poepseks, dat is iets, ja, daar hou ik niet van. Ja, kijk verder dan wat ik zelf, waar ik mezelf echt comfortabel mee voel. Ik doe het niet, ik wil het liever niet geven en ik krijg het ook niet. Ja, het ligt eraan. Ik kan zelf zeg maar wel veel hebben qua seks. Het is niet echt dat ik heel snel pijn heb of heel snel zeg van oh nee, het is te hard of zo. Gewoon nee, facepalm. Je kwam, dit is de grens. Like, stop. Tegen diegene met wie je seks gaat hebben, is heel belangrijk. Ik ben eigenlijk best wel duidelijk in het begin van wat ik absoluut niet zou willen. Ik ben heel open-minded, zo ben ik ook in de porno beland, van try before you die, je moet alles een keer geprobeerd hebben. Nou, dan neem ik hem even apart of ik ga even met hem zitten van, goh, weet je, dit zijn een beetje mijn dingetjes, let u even op en dit vind ik niet leuk en dat vind ik wel leuk. Zeg maar, het klinkt heel raar, maar we hebben van tevoren een lijstje. En als je er niet op let, dan tik ik je af. Of als het te hard gaat, tik ik je af. Dus dan staat er op bijvoorbeeld, oh, ze doet masturbatie, ze doet lesbisch, ze doet met speeltjes. Doet anaals. Ja, dat zeg ik gewoon heel duidelijk. Zeg van, schat, dit gaan we gewoon echt niet doen. Maar het is echt niet vaak gebeurd dat ik echt mijn grenzen moet aangeven. En alles wat ik niet doe, dat staat er ook in. Dus bijvoorbeeld slapping, spitting, al die dingen, dat doe ik niet. Dat kunnen ze van tevoren zien als ze mij boeken dan, zeg maar, van wat ik wel en niet doe. Maar vaak hoeft dat niet, want ja, ze doen het eigenlijk hartstikke goed. Ik vraag altijd iemand voor toestemming. Ik ben heel, ondanks mijn werk, ben ik heel klassiek. Dus zelfs in een relatie vraag ik, is het nu tijd? Nou, ik spreek eigenlijk alles van tevoren af met een klant. Ben je mijn vriendje? En zelfs voor de penetratie vraag ik, is het prima als ik naar binnen glijd? Dus ik ben heel, tot vlak, heel een gentleman. Ja, om geen teleurstelling voor hem of voor mezelf te voorkomen. Dus ik begin eigenlijk nooit te seks zonder te weten of iets wel of niet mag. Hang vanaf als het begin. Nee. Nee, nee. Maar ik vind wel dat je het echt moet aanvoelen. En dat is met de strippen precies hetzelfde. Ja, zeker. Je moet natuurlijk wel allebei een plezierige sekservaring hebben. En dat gaat natuurlijk wel ook wel een overleg. Nee. Nee. Ik denk dat ik nog nooit over iemand zijn grens ben gegaan, omdat ik inderdaad constant alles vraag, dat mensen vragen, allee, stop nu met vragen, duw me gewoon erin. Nee, ik ben nog nooit over iemand zijn grens gegaan, gelukkig niet. Kijk, als iemand zegt ze wil niet squirten, maar ze dacht dat ze niet kon, nou dan, ik ben die ene die het wel gaat proberen gewoon dan. Nee, nee zeker niet, omdat ik vind de genot van de vrouw belangrijker dan dat van mezelf, in een zekere zin. Nee, ik ben nog nooit over iemand zijn grens heen gegaan. Ik heb het echt wel altijd met overleg gedaan. Ik zelf ben nog nooit over iemands grens gegaan, nee. Het begint allemaal met, je moet jezelf kunnen geven aan iemand. En als je niet aan iemand kan geven en als je niet op je gemak voelt bij iemand, dan kan je ook niet goede seks hebben samen. Ja! Iemand heeft ooit een vinger in mijn kont gedouwd. En ik zweer, I resent you till this day for that. Ja, bitch. Ja, we hadden even een kleine pauze. En voordat ik wist, dan had ik een lul in mijn mond en ook diep. En daar was ik niet van gediend. Dus toen heb ik hem keihard in zijn lul gebeten. En dat vond hij niet zo leuk. Ze zegt nee, ze doet gewoon wap! Natuurlijk was het niet lekker. En ik ben like, wow! Als ik merk dat iemand zich niet aan de regels houdt die ik heb opgelegd, dan ben ik gelukkig zo sterk genoeg voor me altijd nog wel ergens uit te komen en weg te gaan. Hè? Ik ben ook de eerste keer bijvoorbeeld dat een meisje over me heen spuugde. En ik keek echt aan van, what the fuck doe jij nou? Weet je? Sorry, ik vond het gewoon fucking geil. En
Maar ze genoot echt van. En dan vind ik dat ook geil, omdat zij het zo geil vindt. Dus het is moeilijk om over mijn grens heen te gaan. Nou, dat is wel eens gebeurd hoor, dat mensen een keer iets tevoorschijn halen waar ik denk van, dat is niet de bedoeling. En ja, dan zorg ik dat ik weg ben. Je moet altijd wel opletten. Ja, wel een vrouw die dan die nagels over je rug haalt, dat was een grens. Ik smeer me elke dag in met crème en dan smeer je de volgende dag smeer je in en dan brandt het gewoon gruwelijk.